Vorig jaar hebben we eigenlijk alles op een week verloren. Vite Tadic, binnen, het is 0-3. Ai, 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 Real. De titelverdediger dreigt hier te verzuipen. Ajax die los en vrij kwam spelen en opeens 1-4 wint. Dan ja, was het nog een zware afsluiter van het seizoen. Dat leeft nu niet meer, maar natuurlijk willen we dat dit jaar niet herhalen. Natuurlijk. DNA is vooral winnen, 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 winnen. En als het dus een jaar niet winnen is, dan, of zelfs een weekend dat het dus, gelijk spel is, of zo, dan is het meteen een volle bak druk. Dus dat is een groot verschil met andere clubs natuurlijk. Het klapstuk van de eerste speeldag in de groepsfase. De twee grote favorieten ook natuurlijk om door te gaan naar de achtste finale. Ze een 3-0 krijgen in een Champions League match tegen PSG. Ja, dat laat natuurlijk veel sporen. Nou, al waren we daarna niet slecht bezig, bleven ze daar een beetje over doordoen dat we misschien ja, niet geweldig waren. Real was echt slecht, ja, maar PSG was wel indrukwekkend. Het voetbal van tegenwoordig, ik denk de media en je hebt zoveel voetbalwebsites en sociale media en om eruit te springen. Tegenwoordig lees je alleen maar woorden van ja, wat een geweldig, wonderbaar wereld. Alles is op dit moment dat en als het dus een flaterke is of een foutje, ja, dan is het opeens weer allemaal het slechtste. Ik ken Brugge, ik denk het beste van iedereen hier in Spanje. Ik wist dat ze goed speelden. Ik denk de twee goals zijn een beetje verdedigende fouten of ja, die Brugge meteen afstraften. Daar gaat Dennis. Balverlies van Modric. De kans voor Dennis. Hij struikelt weer en hij legt hem er toch in. 0-2 voor Club Brugge. 0-2, Emmanuel Dennis. Gelukkig maken we nog 2-2 en ik denk dat dat wel een belangrijk punt was op dat moment. Maar natuurlijk, ja, eerste twee matchen 1-6. Dan hadden we veel druk om op Galatasaray te gaan winnen. Ik kwam juist van een verloren match tegen Mallorca. Er was veel druk op de trainer, op ons en natuurlijk ook op mij. En dan ja, voelde het goed dat je die eerste redding doet. Steken naar Andone, dit is de kans voor Galatasaray. Redding van Thibaut Courtois. Het zal hem deugd doen. En door die eerste redding te doen in zo'n heksenketel, ja, misschien ook een klik gekomen bij mij van terug zo echt die hele uitstraling te hebben van niemand passeert mij. En dan maak ik een tweede geweldige redding denk ik, op die vrije trap. Vrije trap genomen, Courtois nog een keer met de parade. Hij mag een tweede keer trots zijn op zijn redding. Dat was echt geen gemakkelijke bal. En ja, met Martinez had ik het ook nog over en hij zei van toen zag ik weer echt zo de Thibaut van op het WK. Terug naar Eden Hazard voor zijn eerste Champions League goal. Nee, legt hem nog af. Dit moet het worden, cross. Jawel, dat is 0-1 voor Real Madrid. Actie met Benzema. Uiteindelijk, als je die match niet wint en je staat onder druk om uitgeschakeld te worden, kunnen er veel dingen gebeuren. En uiteindelijk heeft die match veel veranderd voor iedereen. En uiteindelijk zijn we daarna beginnen pieken en zijn we goed beginnen voetballen. En daarna hebben we een hele mooie reeks neergezet. Natuurlijk is het fijn als je vertrouwen hebt en je straalt ook misschien nog meer rust en zelfzekerheid uit. Maar het is niet dat ik me anders ga trainen omdat iemand iets zegt of iemand anders. Ik weet van wie ik kritiek kan krijgen, wie het juist heeft en wie het niet juist heeft. Maar na mensen die nooit in een goal hebben gestaan, ja, oké, tenzij je echt een expert bent van keeper, maar anders dan is het moeilijk om te kunnen inbeelden wat dat wil zeggen dat jij daar in de goal staat. Uiteindelijk, Champions League kan soms het seizoen wel redden, maar uiteindelijk, als je in de competitie het niet goed doet, dan is het jaar eigenlijk niet goed, want de competitie is in 38 matchen. Dus het is iets wat de trainer wel meer zijn doel op heeft gezet in één kant, omdat dat het toch een tijdje geleden is dat ze nog kampioen zijn geworden. En ik denk in de laatste 10 jaar misschien 1 of 2 keer kampioen zijn geweest. Nu hebben we een belangrijke week, 2-3 weken eigenlijk. En ja, hopelijk kunnen we zoveel mogelijk winnen natuurlijk.